Rudolph the Red Nose Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you might even think it glows. I love you. Rudolph the Red Nosed Reindeer had a very shiny nose. Hallo allemaal. Hi. Dit is Kashmira. Kashmira. Van welke blog? Bij Kashmira.nl. En als je hem niet kent, ik ben van de tags. Ja, zij is van de tags. Vertel welke. De beauty blog in tag. Dus met al die, die vragen zeg maar. Wat heb je liever? En die nieuwe challenge. De nieuwe challenge. Ja. De 13 days make-up challenge. Dus als je zeg maar geen nail art fan bent, maar wel een challenge wil doen, dan ga vooral naar de blog van Kashmira, want ze heeft een hele leuke tag bedacht. En wij zijn nu in Rotterdam. Wij gaan zo gezellig shoppen met z'n allen. En wij wachten nu op Peggy omdat ze honger kreeg. Dus... eten. Elk filmpje wat we opnemen is Peggy met eten. Ik wacht zo. En alle drie de zonnebrillen zijn van Kashmira, want we zijn ze vergeten. Ja. Dus vandaar. Jou staat wel, jou staat je ook wel, maar ik zit er een beetje stom uit. Wat staat dit ook om? Het staat eigenlijk best wel. Misschien even wennen, omdat je al ronde gewend bent. Ik ben hele grote. Maar we zijn geen fashionbloggers, we gaan niet shoppen. Ja, precies. Ja. Probeer het. En als er wat gratis uitgedeeld wordt, dan... Oh, ik heb mijn nagels niet gedaan, wacht, ik moet even stoppen. En ik heb hem ook. En Kashmira heeft hem ook. Ja, ik heb hem net ingepakt. Oh. Film is vandaag? Daar. En dat kan nog steeds niet. Ah joh, dat kan wel. Nee. Mijn een doeklas. En ook je pijn dingetje. Nou, gezellig. Fuck. Ja. Beetje apart. Hé, hey, weet je, in België hebben we een regering. Dat is pas erg. We waren eens hip en trendy en helemaal uit de pand aan het vliegen. Nu hebben we ineens een regering. Hey, het is de eerste gay premier, dat vind ik wel cool. Echt waar? Echt waar. Dat je er in ieder geval openlijk voor uitkomt. Leo Di Rupo is gay. It's okay. Christmas, dat past bij de sfeer. Maar dat vind ik wel cool. Ja, yeah, is cool. Helemaal hip. Hey, België is hip, joh. Ever hip. Ever. Hippies. Ze zijn de goddamn hippies. Waar zijn hippies? Nee, daar achter ons. Die noemden ons goddamn hippies. Ja, dat is omdat je zo'n zonnebril op. Dit is ons groepje. Yay! Applaus. Woo! We waren dus bij Sephora. En daar was het korting. Het was 25% op aankoop van 2 make-up producten, maar ze waren er wel vergeten bij te zeggen dat het op de bruto prijs was. Dus het was eigenlijk maar 10%. Ja. En ze hadden geen monstertjes. Welke moet je dan hebben? Ja, graag verzorging. Nee, die hebben we niet. Hebben jullie dan wel parfum? Ja, die hebben we wel. En toen kreeg ik er nog geen. Maar ja, ze heeft dan toch 1 product vergeten aan te rekenen, dus ze heeft wel goed. Aan te rekenen is voor de Nederlanders af te rekenen. Af te rekenen, ja. Dus ik ben helemaal geslaagd. Graag meer. Kijk meer! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride along the open sleigh. Zeg Jurkje? Ja, dat is wel mooi. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. Valt het mee of? Het valt mee, maar je moet ook iets zeggen. Oh. Jij gaat nu praten. Wat heb jij allemaal gekocht? Ja. Ik heb dat nieuwe Too Faced. Ja, die heb ik ook gekocht. Ja, die is leuk. De Dream Edition. Wow, wat zijn we grijs. Dat, Ja. Was dat beter mee? Oké, dat ligt echt aan de verlichting. Serieus, wij zijn Wacht even. Dat ligt ook wel aan de zonnebril.
Nee, dat is echt heel erg blauw. Zet, kijk maar eens even zo, dan zie je er helemaal anders uit. Ja, een beetje. Het is wel heel blauw. Het is kerstmis. Oh, heel iemand. Hallo, dat is Natasha. Nee, Flel. Nou. En van welke blog is Natasha? Van beautytas.nl. Beautytas.nl. En dat is mama van Natasha. Hey. En de mama is nagellak verslaafd. Ja, dat wel, ja. En dat vinden wij cool. Ja, precies. Ze hebben samen heel veel nagellak. En wat hebben ze gekocht? Ja hoor, een nagellak. Wat zijn jouw bedenkingen over onze shopping kersteditiedag? Leuk! Vermoeiend. Vermoeiend. Ja, wij zijn echt heel vermoeiend. Nou, en bedankt. Nou, vonden wij dan wel heel leuk. Waar zijn al jouw aankoopjes dan? Nou, hier. De blauwe tas. Oh, dat is wel handig, ja. En, dit. Serieus. Kijk, dan doet je moeder het beter. Oh ja, de mama heeft een boek gekocht. Precies, The Book of Shadows. Julia. Olia. Ik wist dat er iets was wat erop leek. Erik, hè? We moeten laten zien, ja. Laten zien. Snoepjes. Snoepjes. Chanel. Nog meer snoepjes. Nog meer snoepjes. En Chanel. Snoepjes en Chanel. Ja, wat heb je nog meer nodig? En een kost. Ja, yeah, die is leuk. En en goodie bag. Ja. En de... Wat heb ik gekocht? Huh? Nagellakverwijderer en make-up verwijderer. Wat was hem? Oh ja, en van Sephora. Ja. Waar we geen mobbing van kregen. Boom. Mogen dat duidelijk zijn? Pink Fairy Fashion Blog. Nee. Jawel. Jij wordt helemaal Fashion Blog nu. Nee. Er komt een outfit of de degenshop. Ik wil wel even mijn laarzen laten zien. Je zie je wel. Dat begint het al. Maar dit zijn stoer. Overgelopen. Dit zijn stoer. Auw. Zeg dat wel vet. Ja, we gaan weer kijken. Oké. Okay. Jij? Ja, sorry. Ik ben het. Ook jouw naam staat erop. Kijk. Haar. Dat ben jij. Oh, mooi. Wow. Dat is echt vet. Ja. Gaat het wel passen? Ik koop het. Dat is een kleinste die ze hadden. Jezus. En wat heb ik? Een broodje, een ijsthee en een echte soep. En wat heeft Natasha? Een broodje met zalm. In stukjes gesneden. In stukjes gesneden en thee. En thee. En wat is dat voor broodje? Hetzelfde als ik zelf. Alleen dan niet in stukjes gesneden. Nee. Dan moet je van jullie. Voor mij is het wel goed. Ja? Laat jouw bordje zien. Oeh, die is lekker. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow's glistening. A beautiful sight, oh, we're happy tonight. We zijn weer op onze vertrouwde parking van Weleer. Ja. Met de vreemde mensen. Zo. Dat nu niet zijn. Zo zie je wel iedereen. Oeh, het is koud, ja. Het is koud, ja. Maar het was heel gezellig. Het was heel. Ja, het was en we echt zijn heel ook leuk. Lekker gaan eten in de Vrom en Dreesman met iedereen. En dat was een leuke babbel. Ja, het was heel echt. Ja, het was leuk. We hebben uiteindelijk leuke niet zo heel veel gekocht. Ja, heel leuk. Absoluut. En, het was, echt, en ik vind trouwens Natasha humor heel erg sarcastisch en daar hou ik enorm van. Dus Natas bij deze. Ja, ik vond jouw humor geweldig. En Olia, sorry dat ik jou Julia noemde, maar dat leek er zo op. Maar Olia is een heel lief meisje. Ja, dat is heel gezellig. Ja, heel lief meisje. Ik zal nog wel apart plaatsen wie van welke blog was en zo. Ja. Dus, dat komt er wel. Dat is leuk. En nu gaan we terug naar huis. Ja. En ik ga vroeg slapen, want ik moet vroeg op.
Ja, ik ook. Morgen weer maandag, hè? Ik vind maandag heerlijk ik deze vind week. Niet. Ja, zij gaat naar Londen. Oh. Sommige mensen moeten gewoon hard werken. Ja, hey, ik moet daar nou wel doorwerken tot het einde van het jaar. Ja, ik ook. Zonder je hebt toch tussen kerst en nieuwjaar vrij? Hallo, auto. Ben ik niet? Nee, ik heb geen vrij tussen kerst en auto nu. Ik moet gewoon werken. Nee. Alleen de 25e dag. Kerstdag. Ja. Ja, dan. Ja, we gezellig aan de auto's. We staan gewoon midden op de weg, hoor. Vonden dus, we het maakt helemaal niks uit. Maar dan gaan we afsluiten. Tot ziens alweer. Doei. Bedankt voor het kijken. En waar zijn we nou weer beland? McDonald's! En wat is dat? Een McFlurry Magnum Brownie. Lekker. Ga die voor mij niet open, anders krijg ik hem nooit dicht. Maar dat is een karamelachtige iets. Cool. Dat is al de derde keer dat je met eten laat zien. Hey, dan kijk ook kinderen. Oké, wacht. En een cappuccino. Zoals hoort in de McDonald's. Ja. Een muffin en een cappuccino. We moesten gewoon afsluiten met de McDonald's. Dus...